ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC, heeft geen dispensatie verleend aan 5 leerkrachten van de Verwijnd School. Volgens het ministerie is dit besluit, dat geresulteerd heeft in de beëindiging van de samenwerking tussen de leerkrachten en de EBGS, genomen op basis van het reglement van MINOC. De leerkracht met een LO-akte heeft volgens dit reglement beperkte bevoegdheid, wat betekent dat hij of zij alleen op de basisschool les zou mogen geven. Na 2 LO-aktes is de leerkracht volledig bevoegd, hetgeen inhoudt dat hij of zij op het VOS-niveau lessen mag verzorgen. Volgens het MINOC gaat zij continu na hoeveel volledig bevoegde leerkrachten er op elk niveau zijn. Hierdoor hoeft zij minder dispensatie te verlenen aan de beperkt bevoegde leerkrachten. Het ministerie benadrukt in een persbericht dat het niet verlenen van dispensatie niet betekent dat zij onvriendelijk is naar leerkrachten toe. Het gaat erom dat het ministerie beleid maakt dat de leerkrachten aanspoort om hun studie af te ronden, zodat er meer volledig bevoegde leerkrachten ingezet kunnen worden in het onderwijs. Dit zegt onderdirecteur Muriel Hoepel. Volgens haar hebben enkele leerkrachten die zich in deze niet hebben gehouden aan de afspraak op sociale media aangegeven dat hun ontslag gebaseerd is op hun participatie aan de staking van de BVL als. Intussen hebben zij ook aangegeven samen met deze vakorganisaties de strijd tegen het ministerie aan te gaan. Echter heeft onderwijsminister Patrick Penneu vandaag in Bakkanatori een uitnodiging gestuurd richting BVL als om maandag aanstaande met hem om de tafel te gaan.